Pas na bittere gevechten lukte de geallieerden de eilanden in de Stille Oceaan op de Japanners te heroveren. In het eerste halfjaar van 1945 leidden de geallieerden zware verliezen omdat de Japanners zich doodvechten en zoveel mogelijk tegenstanders in hun ondergang willen meesleuren. Ruïnes worden ingenomen, geen steden, en de buit voor de overwinnaars is minimaal. De geallieerde soldaten weten dat het in Indië ook zo zal gaan. Daar wachten 300.000 Japanse soldaten hen op. De rangen van het keizerlijk Japans leger zijn bovendien versterkt door een groeiend Japans getraind Indonesisch leger en politie. Deze hulplegers moeten bij landingen de geallieerden in de rug aanvallen, terwijl de Japanse hoofdmacht zich doodvecht in Indië's bergen. De propaganda predikt de totale oorlog van iedereen tegen Japans vijanden. En honderdduizenden jongeren marcheren op Java, die per bioscoopjournaal leren dat doden niet per se met een geweer hoeft. Terutama film ini memperlihatkan cara mempergunakan tombak bambu dalam perkelahian yang sebenarnya. Sejak dahulu kala di Indonesia, tombak bambu telah dipergunakan untuk melawan musuh dari luar negeri. Karena di zaman Belanda, tombak bambu dilarang sebagai senjata, maka pemakaiannya dihilangkan. Kuat buat pakai nyari ialah bambu yang setengah kering atau yang masih basah. Pucuk pakai jari seharusnya ditajamkan dengan serongan kira-kira 20 derajat. De kalme instructiefilm, in werkelijkheid veel langer en completer, maakt een wapen officieel dat het volk tegen de geallieerde soldaten moet gebruiken. En hoe? Als beloning voor die oorlogsvoorbereiding stelt Japan aan de Indonesiërs de volledige onafhankelijkheid in het vooruitzicht. De nationale vlag wordt door een Japanner overhandigd. En achter twee vlaggen mogen zo Indonesiërs en Japanners naar een toekomst opmarcheren. Een toekomst van oorlog en nederlaag. Sukarno mag, biddend bij het graf van de vrijheidsheld Diponegoro, proberen alle eilanden met Java mee te krijgen. En begin augustus hoort Sukarno in Saigon van de Japanse opperbevelhebber dat die Indonesische onafhankelijkheid binnen een paar maanden een feit dient te zijn. I think the atom bomb was the only catastrophe on a sufficiently miraculous or diabolical scale to convince the Japanese that this was a sign from heaven and they had to give up. It was really a sign from heaven. But it was, and you know, they talk about this, the light of the atom bomb is more brilliant than 1,000 suns. And if you see in all, and the emperor seized on it at once. Mm-hmm. He knew instinctively, as the son of heaven, you know, that this was his chance. Mm-hmm. They knew already they couldn't win the war. Mm-hmm. I mean, the high command,
But they didn't know how to get off the hook, any of them. And this got them off the hook. Voor alle Japanse militairen en burgers komt de capitulatie totaal onverwacht. En anders dan zij ooit droomden. Ook voor de bestuurder Nishimura. De jonge journalist, nationalist en jeugdleider Adam Malek wil gebruik maken van de verwarring onder de Japanners. Sukarno wil dat niet. The young people, my friend, always not very happy with Sukarno and Hatta. Because they said to us, the Japanese never surrender. Don't believe it. I said, no, it is a fact. That they already surrendered some places. That's why don't expect it too much from Japan. Yeah, but we already got the promise from Marshal Terauchi in Saigon. Anytime during this 3 months, we can proclaim the independence. And then I say to him, don't believe it. Because we know already that it's near the end. Maybe the week of Hiroshima and Nagasaki. And then after the bomb, we go to him again. You must proclaim, no? I said, no, the Japanese never surrender. Because of that, we kidnap. Because they don't believe it. And then we know already, that Hiroshima and Nagasaki. We kidnap him to outside Jakarta. Mm-hmm. Because of that, there we convince him. And then he says, all right, I will proclaim it tomorrow, but you must bring me to the Japanese commander-in-chief. I said, all right, we bring him back to Jakarta. And through the Navy commander, we arrange a meeting, only to convince him that the Japanese already surrender. De Japanners aanvaarden het geallieerd bevel dat alles moet blijven zoals het nu is. Maar de nationalisten vormen dan een gevaar, bedenkt Nishimura. 15 日の日ですね。天皇陛下のご放送、これをお聞きした直後から、スカルノさん、ハッタさんの行方を全力を挙げて探しました。いや、どうしても分かりません。後で聞けば、後でですよ、後で聞けば、義勇軍に、の方に、お出になるということを知りまして、ああそうだったかと思うので、それで私はおいでになる塚野さん、ハットさんが夜の9時ぐらいだったと思いますが、おいでになった時に、一番にこの一番大事な時にあなた方は何をしてられたかと、すぐ私たちに連絡していただきたかった、ということを一番に冒頭に申し上げました。それからあとはいわゆるすぐここで独立を許容していただくようにという願いというよりもしろご意見でした、強いご意見でした。しかしこの事態においては日本軍としてはもはや何もそういう大きな政治問題について行動する能力はなくなっている。いわゆる何て言うんですか、現状維持ですか、外交語で言えば何とかステータスコー、そうステータスコー、この原則によって行動する以外ないということでお断りをいたしました。としますと、スカルノさんたちはどうなさいましたですか。やっぱりもう最後は席を立って帰られました。どちらへ行かれたんでしょう。お二人からのお話か、あるいは私の横におった方々のお話か、それは覚えておりませんけれども、今から海軍武官府へ行くということを聞きまして、そして、私の
感謝を出られました。Admiraal Maeda en zijn adviseur Nishijima hebben de nationalisten de hele oorlog doorgesteund en zijn die avond dus ook hulpvaardig. Nishijima woont alles bij. ベムダはこっちの方にいたわけね、外の。この中は我々だ。ただし、これでいいかどうかっていうことは、時々そのベムダの代表連絡員っていうようなものに話しかけるわけです。で、その問題になった点はね、日本は負けたと同時に現状維持のステータスクオの命令があるから、何ら新しい方法でやることはできないわけでしょ。ね、だけど、インドネシア側はあくまでも独立をし、宣言をする。こういうやらなければダメだということを青年側から突き上げられて、で結局前田さんの調停でですね、そこでコンプロマイズができたわけ。なんとかそこに妥協がないだろうかっていうんで、あの消してあるやつは菅野さんが全部書いたんですけど、一番初めは権力をプニエルブタンっていうこと、脱死するっていうこと。でそれじゃあ我々がダメだって言って、じゃあ今度はプニエラハンっていう、プレナハンというとオランダ語じゃオーフルハーフでしょ、キャピトレートするわけだ。それも嫌だと。それで結局プミンダハンってなって、3つ書いてあるんですよ、あそこに。でプミンダハンってなって、でさあ今度はそのウサハ権という言葉に対しては、若者どもがね、ウサハっていうのは努力するんじゃないか、トライザベストでしょ、そんなのに意味ないと言うんで、じゃあって言うんです、菅野さんがディ・スレンガラー権というふうにエキゼキュートということにしたわけ。でそのあれはですね、日付が後期ヌル5になったでしょ、ダッシュヌル5。それは日本インドネシア人がね、3年半の日本の占領中に常に使っていた後期の何ですか、年号の表し方だから、なんとなしにポッと出ちゃったんでね、我々も気がつかなかったんですし、誰も気がつかなかった、気がつかなかった。なかそれは気がつけや45にしろよって、こういうふうにね言ったかもしれませんよ。そんなとこまでいかないんで、もうこれが出来上がったってことでね、もう我々はホッとした。それから宣言文はですね、それが終わって、我々はその翌年に捕まるわけですね、オランダに。で調べられるわけ、前田さんはシンガポールでも調べられたし、こっちでも調べた。その時に前田さんは、私はその席にいなかったんだと、2階上がって寝室に寝ちゃいましたということを言うわけね。で私がじゃあいましたっては言えないじゃないの、私も我々はそこで関係ありません。なぜそういうことをしたかっていうと、当時オランダはダッチガバメントはね、なんとかして日本人がインボルブしたんだということにして、これだからこれは日本製なんだと、あなたにもお見せしたですね、例のアフタビットっていうか先生のフルクラーリング長所には一切、今まではいろいろインドネシアの独立のためにやりましたけども、負けてからは一切ありませんというふうにはっきり言ってるわけ。ところがやはり戦争後ね、武器をやったり金やったりなんかいろいろしたわけですよ。これが済んだからいいっていうもんじゃないんですからね。そういうことはしました。In de huizen van duizenden nationalisten volgt men de ontwikkelingen met spanning. Ook in het huis van de familie Busono beseft men dat dit een keerpunt is in de geschiedenis van Indonesië. Mijn vader, die toch al niks van de Japanners moest hebben. Nou, toen hij dat eenmaal hoorde, de Japanners capituleerden, toen zei hij, nou, die verduistering is afgelopen. En de radio's werden toen verzegeld. Je kon alleen een bepaalde golflengte afstemmen. En die heeft toen prompt alle zegels van de radio verbroken en heeft prompt de buitenverlichting ontstoken. Als eerste in de hele stad. Iedereen is natuurlijk shock, zei dood van, hoe durf je? En dergelijke. Zegt de Japan heeft gecapituleerd. Alle lichten mogen weer aan, oorlog is afgelopen. Toen hebben we de radio onmiddellijk gezocht naar buitenlandse zenders en kregen toen Southeast Asia Command en CIRC, Radio CIRC, kreeg je toen. En daar hoorde je dus over atoombommen en over dat Japan gecapituleerd had. En over de eigen radio, toen hoorde je dus dat de Republiek Indonesië was uitgeroepen. En dat werd toen ook via allerlei kranten en vlugschriften en zo verspreid. Iedereen vertelde dat iedereen. En de rood-witte vlaggen verschenen als bij toverslag. En goed, men wist dus dat Sukarno president was en had daar vicepresident.
en dat de republiek bestond. Met het voorlezen van de moeizaam opgestelde proclamatie is Indonesië onafhankelijk en een republiek. Een daad die nooit meer ongedaan te maken valt. Maar die uitroeping brengt de Japanners in een moeilijke situatie. Want officieel mogen ze helemaal geen medewerking aan zoiets nieuws geven. Honderdduizenden jongeren hebben ze georganiseerd. Ze hebben ze erop voorbereid met primitieve maar gruwelijke bamboesperen ooit jacht te gaan maken op geallieerden. Politietroepen zijn bewapend. Er is een vaderlands verdedigingsleger met goede wapens. Wat als al die gewapende groepen, als dat leger, zich tegen de Japanners zouden keren, die officieel alle medewerking aan de Indonesische onafhankelijkheid moeten staken? De Japanse officier Tsuchiya had het vaderlands leger van Indonesiërs helpen oprichten.作ったというとおかしいんですけれども、指導して、まとめ上げたペタが、このことで、傷ついては困るんで、一刻も早く日本軍はもう戦うっちゃいけないという命令が出た以上、インドネシア人にも戦ってもらっては本当は困る。したがって速やかに解散しなくちゃいけないというふうに考えたわけです。それで、 それには1日でも早く解散させることがいいということで、これは実に速やかに指令が行き渡りまして、インドネシアの連中、ペタの連中が戦おうとか武器を取ろうとかいう気持ちを起こす前に解散してしまったわけです。 From the beginning, we have different opinion with the leaders, I mean the new leaders in Indonesia. I presented a proposal to the cabinet. You must form tomorrow your army with the rest of the Japanese educated military, paramilitary. And the answer is no. We don't like to show to the world that we are a warmonger. I say, that's not the question. The question is technically. After maybe one day discussion, and that they accepted. But don't put the name Tentara. Badan Keamanan Rakyat, BKR. I say, all right, what is the name? For me, it's important is that you must protect the Republic. But then, most of the PETA people already disarmed. Yeah, already disarmed and already dissolved. And that's a big mistake. Het tweede grote probleem naast het gewapend nationalisme zijn de duizenden ongewapende uitgemergelde burgers en militairen die al 3 jaar achter bamboeschutting en prikkeldraad zijn weggesloten en die maar één ding willen, terug naar hun gezin en vroegere posities. De Japanners zijn voor hun verzorging en veiligheid verantwoordelijk gesteld. Uit het kamp bij Bandung vol geallieerde militairen halen ze Laurens van der Post. Hij is schrijver, kolonel in het Engels leger en tolk, want hij spreekt Japans. Ooit zou hij een guerrilla hebben moeten voeren tegen de Japanners. Nu moet hij ze helpen. I was suddenly told that the Japanese were laying down their arms. They were surrendering and they were prepared to carry out loyally all the orders which came from the supreme commander. And somehow they sent for me because they'd come across this reference in something about Wavell to the fact that I was to be in supreme command when the capitulation came. And they told me then, you know, what their troubles were. And the one thing that bothered them extremely was the fact that the forces of nationalism were everywhere and they didn't know how to control them. They would loyally carry out the command to protect the prisoners of war and people, but they were frightened that people would break out of their prisons. And they might, when they hear the news and so on, would we cooperate to keep people in prisons and so on. And they didn't know what to do. Bij duizenden zitten de gevangenen in de kampen opeengeperst. De hygiëne is erbarmelijk. Medicijnen ontbreken en de voedselporties worden zo klein dat juist in de maanden voor augustus 1945 de sterfte onder de vrouwen en kinderen enorm is.
Wie nog over is, is vaak te zwak om te bewegen. Ik zat buiten op de emper. En toen kwam er een kleine jongen kwam er langs en die zei... Mevrouw, morgen krijgen we dubbel eten. En toen zei ik, kom nou, kind van 3 jaar zei dat. Hè, dus geloofde het helemaal niet. En een poosje later, toen kwam er een jongetje langs en die zei... Mevrouw, morgen krijgen we dubbel eten. En toen zeg ik, nou zeg, dat is het toppunt. Maar ik kon niet meer lopen, want ik was zo verzwakt. Ik kon niet meer naar de uitgang dus. En toen is een van de vrouwen die bij mij in de buurt zat... die nog wel lopen kon, die is naar de uitgang gegaan. En er was een inlander, was daar de kapjes van de lampen aan het afhalen. En toen zegt ze, wat is er aan de hand? En de poort stond open. En toen zegt ze, wat is er aan de hand? Toen zei die prangsoe de abis. En dat is dus, de oorlog is afgelopen. Nou, die kwam natuurlijk binnen en die zei, zeg, het lijkt toch waar te zijn, hè? Nou, de volgende dag kregen we echt dubbel eten, want we kregen maar een kwart portie van een normale portie. Dus het was, nou ja, een paar hapjes. En dat aten we altijd met een theelepeltje, dat het maar zo lang mogelijk duurde, hè? En toen kregen we de volgende dag echt dubbel eten. En een paar dagen later kregen we 4 dubbel eten. Dus het was een normale portie. Nou, de meeste mensen konden het niet op. Hè? Maar degenen die het wel op konden natuurlijk, die aten dat op. En die kregen van anderen nog meer. Dus dat was wel, dat was een hele gewaarwording, hoor. Was er nou grote vreugde onder die Nederlanders? Nee, er was helemaal geen grote vreugde. Want toen wij het dus hoorden, toen heeft de kampleidster... ons bij elkaar geroepen, 's avonds. En toen een van de vrouwen had een vlag in de matras genaaid. En die heeft ze eruit gehaald en die is gehezen. En toen hebben we zijn we achter op het weilandje wat daarbij was bij het kamp. Zijn we bij elkaar gekomen en toen hebben we heel zacht het Wilhelmus gezongen. En toen zijn we weer gewoon naar de barak gegaan, want we waren allemaal veel te... Nou, aan het eind van ons Latijn, als het een maand langer geduurd had, dan waren we echt niet meer geweest, hoor. De Japanners beginnen de Britse krijgsgevangenen ogenblikkelijk over te brengen vanuit het kamp bij Bandung naar de hoofdstad Jakarta. Nog 1 keer vinden Europeanen en Indonesiërs elkaar in een gemeenschappelijke vreugde. The news had gone like a wind through Bandung and all the people of Bandung had poured out into the streets. They were forgotten. Nationalism, everything was forgotten because the most hated person of all, the Japanese, had lost his power. You see, we talk so much about how we suffered under the Japanese, and we forget how the Indonesians suffered under the Japanese. We talk as if they didn't suffer. Of course, people who went along and collaborated with the Japanese were well treated. But the poor Javanese and Sumatrans and Manadunese and Ambonese and all these defenseless people, God knows what the casualty list was. Mohammed Hatta told me that their guess was that close between 4 and 5 million people died. So you can imagine the sense of release, and there was the full moon coming up and there was the smell of these lovely trees in Bandung, these South American trees in the street. And the people all came down, and I remember them, I saw them and watched them bursting through the ranks of the sentries who were guarding the military prisoners, breaking through and kissing them and embracing them and giving them things. It was a very moving experience. De eerste geallieerde officieren die met de Japanners onderhandelen over de afwikkeling van zaken zijn vaak parachutisten. De atmosfeer is gespannen door angst voor gezichtsverlies, arrogantie, onbegrip en ongeloof dat de Japanners zich zouden overgeven. Uit het oerwoud van Sumatra stapt de parachutist Sisselaar. Gedropt als spion wordt hij nu opeens belast met de zorg voor een aantal kampen. Er kwam dus een auto met gewapende Japanners en die begonnen allemaal te gillen en commando's. Maar dat is dus moeilijk. Wat doe je met een Japanner die je dus niet vertrouwt? Die daar met een sectie van 10 man zit, zwaar gewapend, en meteen tegen elkaar. Hè. Welke taal spreek je? Maleis, Engels, Japans kende ik niet. Ik had me dus verstopt, ik had mijn radioapparatuur in het bos gelaten. Dus als er iets fout gaat, dan kun je zeggen, van, de zaak is afgemaakt. Dus we zaten er met z'n drieën achter een bosje.
Nou, daar kom je dus ook niet ver mee. Je begint dus met Engels of Maleis. Meteen actie. Toen bleek dus dat de man belast was met mijn bescherming. En dat hij daarvoor die wapens nodig had. Daar heb ik niets mee te maken. Ik heb de oorlog gewonnen. Ik ben geallieerd officier. Jullie hebben hem verloren. Wapens weg. Kon niet. Lang praten, heen en weer praten. Iedereen alle wapens op de bak. Hij had twee Cosimalas, dat zijn die lange stoelen, had hij op de bak staan, met zijn vrachtwagen. Die was dan voor mij bestemd. Ik zei, nee, als we het ravijn in gaan, wil ik naast de chauffeur zitten, ik wil zien wat de vent doet. Dat was ook weer een punt van, dat was misschien erg dom voor mij, maar goed. Ik wou weten waar ik heen ging. Hè. Ik ben dus naast de chauffeur in die truck gaan zitten. En de vader uiteraard ook, hè, of die onderluik dan. Dat was ook een beetje een foute zaak, want het zijn Japanse trucks. Die zijn erg klaar. En die weg was niet goed. Ik heb dus, daar heb ik misschien een stijve nek van over gehad. Maar ik heb dus urenlang heb ik naast die chauffeur gezet. En er was helemaal geen kwestie van een ravijn rijden, dat is allemaal gekeurd. Na de hand bleek, als je dus die Japanse mentaliteit een beetje door hebt, die man was persoonlijk verantwoordelijk voor mijn veiligheid en mijn gerief. Had daarom. Die troep met de gewapende kerels bij ze, had daar net de stoeltjes op de dingen gezet. Dit merk je dus, dat dit de mentaliteit, die man was voor, als er iets met mij gebeurd was, had hij vermoedelijk ook een harakiri gepleegd. De verliezers van de oorlog in de Pacific zijn dus verantwoordelijk voor een goede gang van zaken. Ze moeten in dit land eigenlijk de stoel warm houden tot het moment dat de oude, verzwakte kolonisator terugkomt. Een situatie die schreeuwt om moeilijkheden. Geen wonder dat de Verenigde Staten, die oorspronkelijk met hun leger Nederlands-Indië zouden bezetten, zo snel mogelijk hun verantwoordelijkheid doorschuiven naar hun Engelse bondgenoot. 15 augustus, de dag van de Japanse capitulatie, hoort de Britse bevelhebber Mountbatten dat hij heel Indonesië erbij krijgt. Over de ontwikkelingen aldaar weet hij niets. En hij kan ook niets doen. Want generaal MacArthur, de Amerikaanse opperbevelhebber, heeft bepaald dat er niets gedaan mag worden tot hij met het slagschip Missouri in de baai van Tokio zal liggen. Het is dan al begin september als de Japanse ondertekenaars aan boord klimmen. Onder wakend oog van MacArthur, die hiermee zijn zegetocht afsluit, zetten zij hun handtekening. De Engelse generaal Sir Philip Christensen geeft zijn mening over de reden waarom alles en iedereen op MacArthur moest wachten. Megalomania. Yes, megalomania. And of course the result was that we were 16 to 18 days late in getting into Batavia. And had we got in there perhaps 18 days earlier, things might have gone very differently. That's a point that's worth making. Had our forces gone then 18 days earlier, instead of being holed up in our ships, waiting for the permission to go in from Supreme Commander. De Engelsen regelen ondertussen eerst zelf hun zaakjes in de eigen bezittingen in Malakka en Burma. Pas daarna schepen ze zich in naar het rijke bezit van bondgenoot Nederland. En ondertussen staan de Japanse schildwachten overal op post. En lokken zo onbedoeld een reactie uit bij de nationalisten. Toen de Japanners dus plotseling zich overgaven, toen gebeurde er iets wat ons voor ons vreemd is. Nou heb je dus conquerors, victorers, mensen die dus gewonnen hebben, maar die zijn absentee. Absent, waar zijn ze? Ze zijn niet gekomen. Dan heeft u dus hier de verslagenen. En die verslagenen, die komen dus toch nog aan het bewind. Die hebben dus instructies gegeven om door te blijven daar, om de status quo te bewaren. Dus we komen daar tot gekke toestanden. Dat kan toch niet?
Toen hebben we gezegd, geef nou een pak slaag aan de Japanners. En toen begon dus de eerste gevechten tegen de Japanners. En de Japanners waren in een moeilijke mentale situatie. Aan de ene kant moeten zij dus geloven aan wat Tenno Heika heeft gezegd. Je bent verloren, we hebben verloren. Moeten ze dus aan die geallieerden trouw blijven om de status quo te handhaven. Maar aan de andere kant hebben ze ons beloofd om de vrijheid te geven. Dus wij maken gebruik van deze moeilijke spanningen in hun, moraal. En dan hebben we maar die wapens gegrepen. En dat is ons geluk. Soms hebben de Japanners het zomaar gegeven, maar niet altijd. We hebben moeten vechten. Hierhoorni kimashita yo. De watashi nado mo ne, jibun de watashiru mono wa watashita kedomo. Mabutsu san soten irakatta to omoimasu kedo ne, tadaiba Parimanan tyu ne, cheribun shu desu kedomo. Cheribun shu de desu ne, Parimanan no butai ga ikodai tai tyu desu kedomo. その持っておった武器をね、武装解除を英軍が制と言ったんです。で、安全装置を外してね、それで、いわば撃破装置といってね、鉄砲なんか機関銃の撃つ、その、それをね、外しちゃって、別々だからこれ使えないわけです。で、バラバラにしてね、それで瓦にしてちゃった。ドア反対側にね、インドネシア人が見ておってね、それを拾って、組み立てれば武器になった。 De gevangenen in de kampen krijgen te horen dat ze moeten blijven waar ze zitten. Japanse wachten bewaken nu niet meer, ze beschermen. Weliswaar worden de rantsoenen iets rooskleuriger, maar het wachten blijft op een serieus hulpprogramma. De oorlog was afgelopen midden augustus en er is niks gebeurd. Ze hingen een rood-wit-blauwe vlag. Ze zagen dezelfde Jap. In plaats van het allervuilste werk, dat werd dus nu gedaan, de coolies, aangesteld door de Japanners. Het eten was iets beter, maar voor de rest was de toestand, er waren nog altijd geen medicijnen. Het was dus allerbedonderdst. Ze stierven nog mensen. Ze liepen erbij, dat is met geen pen te beschrijven. Ik ben dus nooit in Bergen-Belsen en al die andere dingen geweest. Hè. Ik was dus een gezond militair. Wisten van die kampen, wisten wij veel. Maar dat bestond, dat is onbeschrijfd. Dat is met geen pen te beschrijven. Dat is met geen pen te beschrijven. Eindelijk daagt midden september een eenzame Engelse kruiser op. Laurens van der Post vaart erheen om te waarschuwen voor de geweldige veranderingen die zich op Java voltrekken. So, we went out on this boat and suddenly through the heat haze, this British cruiser, the Cumberland, a 10,000 ton cruiser, came out of the mist, as it were. And the pattern of boat we had was exactly the pattern of the suicide boats, because I suddenly saw, through my glasses, I saw the ship's guns sort of beginning to swing on us. And I got onto the bow of this boat, and I got a handkerchief and I kept out, and I semaphored to the ship, British officer coming out to meet Admiral. And the guns went at me like that, you know. And so we went to the cruiser Cumberland. Well, I don't want to talk, you know, personally, it was a tremendous experience. I was there in my crumpled prison uniform and shaven head, and I went up the side of the ship, and when I got onto the quarter deck, the bosun piped me aboard. You know, it's a marvelous sound to hear when you've been in prison. And then I was taken straight down to the Admiral's cuddy, as we called it. And there I met Admiral Patterson, surrounded by groups of senior Dutch officers and Dutch administrators who were coming to take over. And I just said to them, well, before there's any taking over, you must all read this. And I had prepared a document setting out,
you know, the salient points of what had happened and what should be done. And I remember the feelings of dismay and unbelief. And they just couldn't ask any questions because they couldn't believe it. They said, this is onmogelijk. And it's, you know, it's ongelooflijk. It was all this and that. It will go in a second. This is just a little bit of disorder. And I realized that there was no intelligence at all. They had no up-to-date intelligence at all of what happened in the islands. Ook voor de Nederlanders in de kampen, zoals meneer Jacquet, is de nieuwe ontwikkeling een volslagen en onaangename verrassing. Wij hadden wel gedacht dat de Indonesiërs toch onder de indruk zou zijn, de leiders dan, van de geallieerde overwinning. En het was een verrassing dat ze deden wat ze gedaan hebben, die republiek uitroepen, zonder enig contact met de Nederlanders. Terwijl wij hadden gedacht dat ze met de Nederlanders wel eisen zouden stellen waarschijnlijk, maar dat ze niet zo ver zouden gaan. The admiral appointed me for the time being military governor of the area, and he gave me 11 marines as my military force, which is all he could spare. And I set it up in a house in the, I think it was the Koningsplein. Aan de besluiteloosheid van de nationalisten komt een eind met de komst van die kruiser. Na weken heeft men eindelijk weer een concreet doel om massaal tegen in het geweer te komen. After 1 month after the proclamation, mm-hmm. We from the youth organization, the Pemuda, we are not satisfied, of course. After the proclamation, we have nothing, not even one office. Only the name, you have the republic, you have the president, but no activity. And the mass, of course, angry. You are independent, you are still waiting. From that time, we organize the mass meeting from West Java, concentrated in the Ikada field. And then nearly 200,000 people there. And then in that time, we forced him to speak. But he said, no, I am the go-between. And then I asked him, please, if you did not come, the class is there, because the Japanese already, everything they already waiting, one movement from the mass. That is why if you did not go there, I am sure the mass will be angry. That's why better you go with me and then you speak what you want up to you. That's why he's angry and I say, no, you look yourself and then what you wanted to say, go ahead. And then because we promised to the mass that this president is coming to you. That's why I bring him there and then he speak 5 minutes later. Then everybody happy. ところが、ところで、こう見取りますと、スカルノさんがですね、高い壇上に立って、大いにやっとなる。あの方、非常にそういう場合の演説が上手です。しかし、あんまり熱すぎるとですね、これは大ごとになるぞという心配が出てきましてね。そして、その登場参謀宮本あれがやっぱりその壇上に飛んでいってですね、まあ一つ平穏に終わるようにしろということをスカルノさんに、単身乗り込んでいって、注意をしておりました。その情景と今もまた目に、もう目に映るようです。あの若い参謀宮本、これもやっぱり相当度胸の座った男ですよ。そういうのを本当に暴動に並んで平穏に解散しました。ほっとしました。その準備は しておられたということですが、あの日本軍は装甲車なんかも出しておったんでしょうか。そうでしょう。それはもう出しておりましょう。これはもうやっぱりそうなってくると、これはいわゆる軍令関係ですから、暴動になったなんかするというのがありますとね、これはもう軍令関係が処置はできん。それはおそらく要するにあれから一般の将校外務近いですね、そういうところにいわゆる暴れ込むような乱暴になったら大事と、これは
From that time, the spirit is very aggressive. Even from that day, many classes in Jakarta, to in the office, to bring the red-white flag, bring down the Inomaru. Of course, the Japanese still angry. The Japanese had surrounded the Ikeda Square. Oh, yes. I but the mass also surrendered outside, mm-hmm. because we prepared already to fight. But did you have weapons to fight with? We don't care about weapons. We only the bamboo runcing, you know that. But we collect from the Navy, of course. Mm-hmm. Granaten, etc. Nu de landing van de eerste Engelsen een feit is, wordt het zaak voor de nationalisten om serieus te proberen naar wapens te komen. Doe je mooi, ik het aan dekken. Maar als je dat ziet, dan is het zo. 彼はあのタンゲランの青年道場の一期生 で非常に優秀な男だった、まあ、私の拳銃を渡しまして、で決して日本軍に撃つなよと、どんなことあっても日本軍に向かって撃つなよと言って渡したんですが、私が言った言葉が不幸にも的中しまして、彼は、タンゲランの近くの弾薬庫を日本軍が守っていた。その弾薬庫を襲撃したわけです。その時彼は、英軍の将校の服装をして、英印軍の兵隊やインドネシア そのフェタの兵隊と一緒に先頭に立って日本軍の弾薬庫を襲撃した。で、日本軍は中隊長以下が守っとったんですが、やむを得ず応戦して、その席でダンモグトは戦死してしまった。結局私が一番心配した日本軍に向かって弾を撃っちゃいかんと言ったのが破られて彼は戦死したと。しかし僕はその戦死した気持ち、これは非常に尊かったので、戦後ジャカルタ行きました時に一番先に、タンゲランのその教育あの道場のすぐ近くにダンモートのお墓があるんです。そのお墓へ行って、お参りしました。お墓にはあの鉄兜がそこに 花が立てかけてあって、ダンモグトここに眠るというふうに書かれておりました。 Toen wij dan zogenaamd bevrijd werden in het kamp Chumai, toen mocht je het kamp niet uit, want je moest wachten op de bezettingstroepen. Die Japanners waren verantwoordelijk voor onze veiligheid, maar ja, die trokken zich ook terug in de kazernes. Het volk zelf, het Indonesische volk, werd hoe langer hoe vijandiger tegenover de Japanners. Ik heb hem meegemaakt dat een kampgenoot een ruzie kreeg met een Japans soldaat buiten op straat, waarbij gelijk de Indonesiërs eromheen groepten en riepen met z'n allen van Boedong Hitu Jepang, maak hem eraf, die Japaner. Dat was... Ik zou niet weten hoeveel Japanners er in die tijd zijn afgemaakt, maar er zijn er heel wat geweest. Zonder meer. Moe van het wachten op de dingen die maar niet gebeuren, verlaten veel gevangenen toch de kampen op zoek naar familie. Behalve een broer van me die in Bandung in het kamp zat, zat de familie in Semarang. Dus ben ik vrijwel direct, toen dat mogelijk was, toen bleek dat de kampdeuren open stonden, omdat er wel Japanners stonden, maar dat die niets anders deden dan het geweer presenteren als je eruit liep. Toen was het natuurlijk een kleinigheidje om de trein te pakken en op een bijna onmogelijke manier, die hele dichtgepakte treinen, waar zelfs mensen op het dak zaten, naar midden Java te vertrekken. Dus in Jokja te overnachten en via Klaten naar Semarang te gaan om daar mijn familie op te zoeken. Hoe was de sfeer tijdens die reis? Was dat, Dat was voor ten opzichte van de Indonesiërs. Ik had er helemaal geen moeite mee. Ze waren vrij vriendelijk. Overal waar ik kwam hadden ze dus al een hele tijd geen Nederlanders gezien. En daar werd je dus met open armen ontvangen. Want de treinen, die zijn toen in Japan tijd met houten stook natuurlijk, die halen Surabaya niet in één dag, niet? Dus moesten we in Jogja overnachten. Nou, zo ben ik naar Jogja gegaan en met mijn kamkaart ben ik gewoon naar een van de hotels gegaan, Hotel Pugum en ik. Maar dat hebben ze gewoon opgenomen, zonder te betalen natuurlijk, niet? Nou, en daar heb ik eigenlijk voor het eerst een gesprek gevoerd met een Indonesiër, een intellectueel. Nou, en buiten was al rumoerig, niet? Dat is een Merdeka geschreven en zo, niet? Maar deze man die bleef iets nuchter. Nou, en die vertelde over alles en niet. Ze zei, nou ja, goed, Nederland zal wel terugkomen, zei hij niet. Maar ik hoop niet dat Nederland met de juiste leider zal praten. Dat heeft mij duidelijk gezegd.
Nee, toen had ik over Sukarno. Sukarno was toch de leider niet. Dan ik voorzie wel een bloedbad als Nederlanders zomaar terug willen komen. Op weg van Djokja naar Semarang, daar passeer ik Klaten en daar werd ik uit de trein gehaald. En naar het politiebureau gebracht. En daar hebben ze me even opgesloten. De volgende dag bij het verhoor bleek dat ik in Klaten was geboren. En op grond van dat feit hebben ze me weer de vrijheid gegeven. Want een Klatens kind kon niet slecht zijn. Ik liep met mijn dochtertje en de kinderen op de jongens op straat. En toen zeiden de jongens, mama, mogen we even naar de passen om een nasiebal te halen? Dat was vonden ze natuurlijk prachtig, hè? Zo'n rijstgeval, hè? Weet u wel. En toen zei ik, dat is goed, hier heb je geld en ga dat maar halen. Maar toen liepen wij, mijn dochters en ik, liepen voorbij een auto en er begon ineens een sirene, verschrikkelijk te loeien. En vanuit alle hoeken en gaten kwamen inlanders met gespietste bamboes, dus die speren, die kwamen aanlopen, allemaal op het geluid af. En toen zeg ik tegen mijn dochtertje, nou, niet hard hollen, want dan komen ze achter je aan, maar gewoon heel stevig doorstappen dat het kan bereiken. Dat hebben we gedaan, dus is niks gebeurd. Maar dat was een van de eerste toestanden eigenlijk, dat je zag dat die inlanders die gespietste bamboes hadden. En toen hebben we dus, ik weet niet hoeveel dagen of daartussen verstreken zijn, hoor, dat weet ik helemaal niet, dat inlanders om ons kamp heen waren met een, begonnen stenen te gooien. En die wilden het kamp in brand steken, dat was nog voordat de Engelsen kwamen. En toen hadden ze gezegd, we gaan het kamp in brand steken en alles wat dus probeert eruit te komen, dat spitsen we aan die bamboe. En dat heeft de hele dag geduurd. Toen hebben we wel, hoe zou ik zeggen, met bleke gezichten rondgelopen, want we dachten, nou is ons laatste uurtje geslagen. One of my ex-officers, who knew of my interest in these things, told me the evidence that he'd collected and how people in Batavia, who had slipped out among the Dutch people, somebody who'd had a shop perhaps, gone back to take his shop and found it the possession of Javanese and had his throat cut. These things were happening openly. How nightly there were threatening crowds collecting, particularly around the women's camps. And this was going, he was telling me all this, beginning to escalate, and I could see the difference in Batavia since I'd seen it before. And all the time at headquarters of SIAC, nobody knew anything about things that were going on? Nobody. And insofar as they acknowledged, as they said, oh, well, it will just take a whiff of grape shot to deal with that, you see. We'll soon deal with that when we come, and our people come. They won't, just want a bit firm handling. The Japanese are riding them too easily, you see. Nobody would take it seriously. They thought, oh, well, with just a few shots and a firm hand, and that'll be that, and it'll be forgotten. And I thought, no, it's not going to be like that. Dit zijn filmopnamen gedraaid door een Engelse legercameraman de dag voordat de eerste Britse troepen aan land gingen. Muren van gebouwen en wanden van trams staan vol leuzen over vrijheid, mensenrechten, gerechtigheid. De taal is Engels, want met hun perfect gevoel voor wie de baas is en de macht heeft, richten de nationalisten zich over de hoofden van de Nederlanders heen naar de Engelsen en vooral de Amerikanen. Want in het conflict dat dreigt zullen die, zo weten zij, uiteindelijk het laatste woord hebben.